Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken soms wat wolkenvelden over Nederland, maar er zitten ook zeker nog gaten in het wolkendek. En dat betekent dat de zon van tijd tot tijd kan schijnen. Waarschijnlijk het meest in het oosten van het land, maar ook in het westen laat de zon zich niet geheel onbetuigd. Vanochtend is het 6 tot 8 graden, vanmiddag loopt de temperatuur verder op. Het wordt 11 graden langs de kust, 10 graden in het oosten en misschien wel 12 in Limburg. Er is nog steeds ruimte voor wat zon, vooral in het oosten, iets meer wolken misschien in het westen van het land. Vanavond neemt de bewolking verder toe en is er voor opklaringen minder ruimte. Het kwik gaat maar heel langzaam wat omlaag. In de nacht wordt de bewolking dan echt dikker en morgenochtend bereikt de eerste regen het westen van het land. Heel langzaam breidt dat zich uit over Nederland. Vooral in de middag is het eventjes nat met temperaturen tussen 8 en 11 graden. De wind waait matig uit het zuiden, later even toenemend naar krachtig bij zee. Donderdag een dag met veel zon, vrijdag weer een storing met regen. En zaterdag is er dan af en toe een bui, maar ook weer ruimte voor de zon. Op alle dagen is het overdag steeds een graad of 9. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl